Het gaat er fel aan toe in het debat over de omstreden Teve-deal. Het kabinet krijgt harde verwijten over de informatievoorziening rond de deal. Veel Kamerleden nemen deze drie VVD'ers kwalijk dat ze belangrijke informatie niet deelden. Het debat is op dit moment nog in volle gang. En verder in het nieuws vandaag. Albert Heijn personeel gaat op het welzijn van ouderen letten. En de wereld wacht af of de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogt. Zometeen weten we het. Goedenavond. Ze moeten alles op alles zetten om zich te verdedigen. De VVD-bewindslieden Rutte, Van der Steur en Dijkhoff. De Tweede Kamer wil een knieval na alles wat er misging in de informatie rond de Teve-deal. De eerste excuses zijn er al. Van der Steur en Dijkhoff geven toe dat ze niet helemaal zuiver handelden toen ze nog Kamerlid waren voor de VVD. Alle gezichten staan bij het kabinet strak aan het begin van het debat. De spanning zit er meteen in omdat de oppositie harde woorden kiest. Misschien is de crux van dit debat dat door dit alles de geloofwaardigheid en het vertrouwen van de mensen in het kabinet en boven alles in de rechtsstaat ernstig is aangetast. Niet het ambtelijk apparaat faalde, maar de politieke VVD-top. En alle tezamen hebben ze de rechtsstaat en de democratie in zijn hemd gezet. Een beschamende vertoning. Een groot deel van het debat gaat over de rol die Art van der Steur en Klaas Dijkhoff speelden. Als Kamerleden waren zij actief betrokken bij de verdediging van minister Opstelten. Zij zorgden ervoor dat bedragen uit persberichten verdwenen. Hier is alleen maar één ding gebeurd, VVD-belang beschermen. Maar de VVD ziet dat heel anders en blijft het verdedigen. Toch komt Dijkhoff tot inkeer en geeft toe dat hij fout zat. Op enig moment komt er iemand binnen met een conceptpersbericht en die worden uitgedeeld en ik heb er één voor mijn neus. Achteraf had ik op dat moment op zijn minst een denkpauze moeten inlassen en moeten constateren dat het bespreken van een conceptpersbericht een stap te ver was. Maar de oppositie blijft met veel vragen zitten en bij minister Van der Steur is dat niet anders. Na aandringen betuigt hij spijt. Het is niet normaal om als Kamerlid naar een departement te gaan om te gaan klussen in een persbericht. En dat moet u zeggen en daar moet u gewoon ook spijt voor hebben. Als u mij vraagt of ik spijt heb, dan zeg ik u heel simpel. Als u kijkt naar het debat, hoe het hier verlopen is, dan kun je niet anders dan vaststellen dat er een discussie is ontstaan over de rol van mijn rol als Kamerlid in relatie tot dit dossier. En daar heb ik ontzettend veel spijt van dat die discussie hier plaatsvindt, omdat ik zelf vind dat ik eerder en op een ander moment die conclusie had moeten trekken. Twee mea culpa's dus van Van der Steur en Dijkhoff. Maar de vraag is of de oppositie dat genoeg vindt. Nou, we gaan naar Ron Vrezen in Den Haag. Hoe gevaarlijk is dit voor Rutte en zijn twee bewindslieden van Veiligheid en Justitie? Nou, het is tot nu toe in ieder geval een snoeihard debat voor hun. Met heel veel wantrouwen bij de oppositie. Je zag dat net. En tussen al die woorden door klinkt steeds wel het geluid van een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen. Het is heel pijnlijk voor Rutte wat er allemaal gebeurt. Dat hij bijvoorbeeld het verwijt krijgt dat hij de rechtsstaat in zijn hemd heeft gezet. Zo hard heeft hij het in zijn premierschap, denk ik, nog nooit meegemaakt. En er zullen dus nog meer spijtbetuigingen moeten volgen vanavond. Maar zijn al die spijtbetuigingen dan genoeg? Dat hangt heel erg af van de manier waarop Rutte zometeen, hij zal rond deze tijd de verdediging op zich nemen en het woord nemen. Het hangt echt af van de vraag, hoe gaat hij het vanavond doen? Slaagt hij erin om dat geschonden vertrouwen bij een flink deel van de Tweede Kamer toch weer terug te winnen? En dat is dus een grote vraag. En je kan ook zeggen, de oppositie heeft wel heel erg hard ingezet tot nu toe. En de vraag is, kunnen die nog terug? Maar is een motie van wantrouwen is dus denkbaar? Die motie van wantrouwen hangt in de lucht. Absoluut, Wilders heeft er al een aangekondigd. En de vraag is, wat gaat de rest van de oppositie doen? Gaan die ook met een motie van wantrouwen komen? De VVD zal hem natuurlijk niet steunen. De Partij van de Arbeid zegt, Rutte moet duidelijk maken dat er lessen zijn geleerd en dat hij ook dingen fout heeft gedaan. Dus die motie van wantrouwen zal waarschijnlijk geen meerderheid halen, maar hij gaat het wel heel zwaar krijgen vanavond. En dat is wat hij zojuist ook al bij het begin van zijn inbreng min of meer zei. Mevrouw de voorzitter, ik zit nu 13 jaar in de politiek en dit is veruit het zwaarste debat uit mijn politieke loopbaan. De kritiek van de Kamer was snoeihard in eerste termijn en ik vrees dat er ook aanleiding voor is gegeven.
zeggen. En het begin van de spijtbetuiging van de premier. We hadden het over die motie van wantrouwen die er wellicht gaat komen. Die gaat geen meerderheid halen. Maar de vraag is dan wie gaat hem wel steunen. Het blijft in ieder geval een diepe kras die hij vanavond achterlaat op zijn kabinet. Maar kernvraag is natuurlijk ook, was er nou sprake van een doofpot of niet? Is daar al antwoord op? Nou, voor de oppositie is het in ieder geval zo dat het een VVD-doofpot is geweest. En Rutte zal er niet makkelijk in slagen om dat beeld dat zijn partijgenoten dingen hebben weggemoffeld, om dat beeld weg te nemen. En blijft natuurlijk ook over de vraag, ja, wat is er nou precies met die deal gebeurd? Het bedrag kennen we van die TV-deal, maar wat stond er tegenover? En je hoort hier en daar al dat er openlijk ook nagedacht wordt over toch misschien een parlementaire enquête. Oké, Ron, als er nog nieuws is, dan horen we je later weer. Dankjewel. In Geldermalsen is een informatieavond bezig over de komst van een asielzoekerscentrum. Op zich gebeurt dat de laatste tijd vaker. Maar hier gaat het om een van de grootste centra in Nederland. Vrijdag kregen inwoners te horen dat het gemeentebestuur is gevraagd plek te maken voor 1500 asielzoekers. Er is veel protest. Je kan er niet omheen in Geldermalsen. Overal waar je kijkt, protest. Vrijdag kregen ze te horen dat de gemeente een asielzoekerscentrum wil voor 1500 plekken voor zeker 10 jaar. Op een dorp van 11.000 mensen 1500 asielzoekers neer te zetten, ik vind het een beetje uit verhouding. Mensen hebben ook een recht op een woonplaats. En net zo goed hier als ergens anders. Het centrum met containerwoningen is gepland pal naast de snelweg op een industrieterrein. 3 kilometer van de kern van Geldermalsen. De bedrijven zijn tegen. Er zijn geen fietspaden, geen wandelpaden. We spreken hier over grote groepen mensen die hier zometeen naartoe komen en hier gehuisvest moeten worden. Het tweede punt is dat de gemeente hier een financieel voordeel uit kan halen, daar deze grond geen waarde meer heeft voor industriegebied. Een christelijke gemeente met zondagsrust. De dominees willen wel opvang, maar hebben ook zorgen. Je hebt dus zeg maar de zorg en de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen. En je hebt natuurlijk de verantwoordelijkheid naar het dorp zoals het is en tot nu toe eigenlijk altijd geweest is en de mensen hun leven daarin leiden zoals ze dat gewend zijn om te leiden. Iedereen heeft het erover hier in het dorp en mensen zijn er bang voor, het onwetende en de snelle beslissing van de raad zijn ze ook een beetje op tegen. Ze verwachten geen relletjes, maar schoenmaker André zet voor de zekerheid de kerstboom toch maar binnen. Het gemeentehuis is veranderd in een ware vesting. Iedereen die naar binnen wil, moet zich legitimeren als inwoner van Geldermalsen. Er is veel meer belangstelling, want 200 mensen kunnen naar binnen en moeten zich van tevoren aangemeld hebben. Er zijn in ieder geval 60 mensen die zich gemeld hebben om in te spreken. We krijgen maximaal 3 minuten, dus het gaat een hele lange avond worden hier in Geldermalsen. Tegen 8 uur eindigt een demonstratie tegen de komst van een AZC voor het gemeentehuis. Ja, en Theo Verbrugge is nog steeds in Geldermalsen. Ja, er zijn volgens mij aardig wat mensen op afgekomen. Hoe is het daar nu? Nou, het is een beetje een grimmige sfeer. Ik schat dat er wel echt 1000 tot 1500 mensen zijn. Zover je kunt kijken rondom het gemeentehuis staan demonstranten. Er wordt regelmatig vuurwerk afgegooid. Ik zag net nog een rookbommetje op de binnenplaats van het gemeentehuis gaan. Dus ja, de sfeer is inderdaad zeer gespannen. Binnen is de bijeenkomst, voor zover wij dat vanaf hier kunnen volgen, begonnen. En het is ook de bedoeling dat dat tot laat vanavond doorgaat. Maar hoe dit hier precies gaat aflopen, ik vraag het me af. In de andere journaals meer. Dankjewel, Theo. Zelden zijn er 2 onderzoeken die een totaal verschillende uitkomst laten zien. Eind vorig jaar was er een enquête van Motive Action waaruit kwam dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders voor religieus-islamitisch geweld zijn. Maar nu is daar het vervolgonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. En blijkt dat er onder deze groep Nederlanders juist weinig steun is voor zulk geweld. Minister Asscher, die het vervolgonderzoek liet doen, is tevreden met het resultaat. Het SCP-rapport werd gepresenteerd op de Haagse Hogeschool, omdat die bekend staat om het etnisch heel gemengde studentenbestand. Minister Asscher trok het boetekleed aan, omdat hij vorig jaar meteen na het beperkte Motive Action onderzoek de alarmbel had geluid over radicalisering, terwijl die gegevens later ondeugdelijk bleken. Ik baal ervan dat het wederzijds wantrouwen in Nederland daardoor versterkt is. En ik baal er ook van dat ik daar zelf een rol in heb gespeeld door de manier waarop dat toen gegaan is. Volgens Motive Action had 90% van de Turkse Nederlanders begrip voor Syriëgangers. Onder Marokkaanse Nederlanders was dat 18%. Maar volgens het SCP is dat onder Turkse Nederlanders maar 9% en onder Marokkaanse 11%.
Begrip voor religieus jihadistisch geweld, zoals van IS, was volgens Motivaction onder Turkse Nederlanders 80%, onder Marokkaanse Nederlanders 39%. Het SCP vond dat begrip bij maar 11% en 7%. Uit dit onderzoek blijkt dus dat de radicalisering waarschijnlijk veel minder is dan een jaar geleden nog werd aangenomen. Maar volgens de wetenschappers zijn de hoofdstukken over integratie en acceptatie wel zeer verontrustend. Ongeveer de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich niet geaccepteerd, richt zich voornamelijk op de eigen groep en koestert een diep geworteld wantrouwen jegens de Nederlandse politie, politiek en media. En dat verbaast de minister niks. Geert Wilders twittert zonder gêne dat de PVV kandidaten zoekt met een afkeer van de islam. En dat deze handelaar in angst wordt politicus van het jaar. Is het gek dat moslims dan zich afvragen of ze hier thuis mogen zijn? Maar sommige studenten vinden het geen zaak van de politiek, maar van personen. Jullie willen dat het alleen maar jullie ding is. Dus eigenlijk de politiek wil zich er zelf mee bezighouden. Maar doe het samen, doe het met mij. Minister Asscher vroeg de studenten tot slot vooral te blijven knokken voor hun plaats in de samenleving. Eenzame ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben of hulp. Cashières zien ze vaak van achter de kassa. Albert Heijn doet vanaf volgende maand een proef. In 2 filialen in Den Haag gaan ze dat soort klanten in contact brengen met vrijwilligers van een zorgorganisatie. Het Albert Heijn filiaal in Loosduinen is een van de 2 supermarkten die meedoen aan de proef. Bedacht door een part-time cashière die inmiddels ook werkt bij een zorgorganisatie. Het idee is ontstaan door een klant die ik destijds heb geholpen bij de Albert Heijn. Ik pikte heel veel signalen op. Meneer die kwam een tijdje niet meer bij de Albert Heijn. Toen hij wel kwam was hij heel erg afgevallen en hij kocht heel veel ingeblikte voedsel. 40% van de cliëntele hier is ouder dan 65 jaar. Cashières krijgen nu een training van 4 uur waarin ze leren hoe ze mogelijk hulpbehoevende klanten moeten aanspreken. Wat gebeurt er? Een cashière die ziet een oudere meneer of een oudere mevrouw. Er lijkt iets aan de hand te zijn. Wat doet die cashière dan vervolgens? Goh, er zijn vrijwilligers. Mocht u daar behoefte aan hebben, of is het voor praktische vragen of gewoon voor een gesprekje, een extra kopje koffie, loopt u daar gezellig heen? En daarna zou die altijd de lastige stap naar bijvoorbeeld de huisarts ineens een stuk kleiner moeten zijn. Nou, dat is hartstikke goed. Ik vind het prima. Dat is toch zo, hè? Die oudere mensen staan allemaal als een heleboel alleen. En zoveel eenzame mensen. En ik heb vroeger altijd in verpleeghuizen gewerkt, dus ik weet wat het is. De super gaat in dit opzicht een beetje terug naar de tijd van de kruidenier, waar je ook kwam voor een praatje. Vertelt vanmiddag een oude kruidenier met 40 jaar levenservaring. En ik zeg, goh, hoe gaat het vandaag? Nou, ze zegt, het gaat vandaag helemaal niet. Ik zeg, waarvoor niet? Ik zeg, moet je kijken, ik pak een bosje vreesjes, alsjeblieft. Ik zeg, en de zon schijnt ook voor u vandaag. Oh, ze zegt, je maakt mijn hele dag goed. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, je wordt allemaal oud en op een gegeven moment is het, heb je een beetje hulp nodig. Vindt het niet betuttelend? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het lief. Het NIOD buigt zich opnieuw over de kwestie Srebrenica, 20 jaar na de val van de VN-enclave in Bosnië. Het Instituut voor Oorlogsstudies onderzoekt of er nieuwe feiten en bronnen zijn die een andere kijk geven op de dood van 8000 moslimmannen in 1995. De aanleiding voor het nieuwe onderzoek is een uitzending deze zomer van het tv-programma Argos. Daarin werd gesuggereerd dat de Amerikanen, Britten en Fransen, de belangrijkste bondgenoten van Nederland, een geheime afspraak hadden. Ze zouden de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladic voorlopig niet meer bombarderen. Nederland was in de enclave om de moslimbevolking te beschermen, maar wist van niets. De afspraak was dat Dutch Bed luchtsteun zou krijgen bij een aanval. Zelf zit hij nog in de gevangenis in Saoedi-Arabië, blogger Raif Badawi, omdat hij kritiek had op de islam. Daarom nam zijn vrouw in Straatsburg de prijs in ontvangst. De Sacharov Mensenrechtenprijs is dit jaar voor Badawi. Het Europees Parlement geeft deze onderscheiding aan mensen die opkomen voor vrijheid van denken. Zo kon Raif Badawi er toch een beetje bij zijn. Als portret in handen van zijn vrouw onder luid applaus van het Europese Parlement. Want de Saoedische blogger, activist en schrijver zit sinds 2012 een gevangenisstraf uit van 10 jaar voor het beledigen van de islam. Voor de voorzitter aanleiding voor een herhaalde oproep aan de Saoedische koning.
Raif Badawi zu begnadigen und ihn sofort und ohne Auflagen frei zu lassen und zu seiner Familie zurückkehren zu lassen. De 31-jarige Badawi, hier met zijn kinderen, is oprichter van de website Free Saudi Liberals, waarop discussies werden gevoerd over politiek en religie. Behalve een celstraf is hij ook veroordeeld tot een straf van 1000 stokslagen. De eerste 50 kreeg hij begin dit jaar, te zien op deze in het geheim gemaakte beelden. Zijn vrouw vluchtte met de kinderen naar Canada. De Sakharovprijs is vernoemd naar de in 1989 gestorven wetenschapper Andrei Sakharov. Aan de prijs is €50.000 verbonden. In de Oostenrijkse stad Salzburg zitten twee mannen vast die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Het zijn twee Fransen met een Algerijnse en een Pakistaanse achtergrond. De mannen zouden samen met een paar daders van de aanslagen Europa zijn binnengekomen via Griekenland met een vals Syrisch paspoort. De politie in Brabant heeft in een sloot bij Etten-Leur weer menselijke resten gevonden. Zaterdag werden ook al menselijke resten ontdekt. Volgens het OM liggen de lichaamsdelen er nog niet lang en zijn ze vermoedelijk van één persoon. In Rotterdam had de nieuwe Botlekbrug vanochtend voor de 50ste keer een storing. De brug over de Oude Maas ging afgelopen zomer open en er zijn vaak problemen. En Rijkswaterstaat stelt nu een onafhankelijk onderzoek in. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat is net bekend geworden. Het is voor het eerst in 9 jaar dat de Amerikaanse rente wordt verhoogd. In 2006 stond de rente nog op 5,25%. En toen kwam de crisis. Amerika deed er alles aan om de economie te stimuleren. De rente werd in stappen verlaagd naar een historisch laag percentage van bijna 0%. Het idee was dat als geld lenen zo goedkoop werd, iedereen weer geld ging uitgeven. Inmiddels gaat het veel beter met de economie, dus heeft de Fed de rente verhoogd met 0,25%. We gaan naar Wouter Zwart. Wouter, kan de Amerikaanse economie dit nu dus aan? Ja, de meeste analisten zeggen van wel. En eigenlijk zegt de Fed vanavond ook van wel. Hè? Ze zijn heel voorzichtig geweest de afgelopen jaren. Hebben heel lang gewacht. Komen nu ook maar met een hele bescheiden verhoging van 0,25%. Daar zal waarschijnlijk in 2016 nog een paar keer 0,25% bij komen tot zo'n 1%. Er zijn wel degelijk zorgen hoor, over de inflatie bijvoorbeeld. Die is buitengewoon laag. Maar er staat wel een hele gezonde Amerikaanse reële economie tegenover. De groei is absoluut terug met 2,5%. De werkloosheid daalt naar 5% zelfs op dit moment. En ook voor het eerst in hele lange tijd stijgen de inkomens weer. Dat zijn allemaal hele belangrijke indicatoren. Maar je zegt er zijn ook wel zorgen. Zijn er ook risico's dan? Kijk, als er al echt grote zorgen zijn, dan gaan die zeker niet over de huidige renteverhoging, want die is al lang ingecalculeerd. Maar mogelijk zijn er zorgen over wat er daarna volgt. Hè. Gaan er inderdaad meer verhogingen komen? Hoe vaak en hoe hoog dan? Dat kan bijvoorbeeld heel nadelig zijn voor de o zo belangrijke Amerikaanse auto-industrie. Die hebben heel lang geprofiteerd natuurlijk van een goedkope dollar. Dat geldt ook voor de grote opkomende economieën zoals Brazilië bijvoorbeeld. Hè. Als die rente nou behoorlijk zou stijgen, dan kunnen de Brazilianen straks hun dollarleningen misschien niet meer betalen. En de Brazilianen hebben het natuurlijk al heel erg zwaar, zitten momenteel in een crisis, omdat ze ook al zo weinig geld verdienen met hun belangrijke export van grondstoffen, want de olie is ook al heel erg goedkoop. Dus dat zijn echt reële internationale zorgen over die rente. Wouter, dankjewel. Ja, de VS bouwt dus allerlei stimuleringsprogramma's voor de economie af. En dat heeft gevolgen voor de hele wereld, ook voor Nederland. Hier in Rijzen bijvoorbeeld, Overijssel. Een kleine 100 jaar geleden begonnen als dorpssmid. Nu maakt 180 man personeel landbouwmachines die de hele wereld overgaan. Dit is een opraapwagen, een rapide dubbeldoelwagen. Wat kun je daarmee? Daar kun je gras mee oprapen en daar kun je mais mee rijden naast de maishakselaar. En waar gaat die naartoe? Deze gaat naar de Verenigde Staten, naar de staat Wisconsin. Daar in de Verenigde Staten is al voorzien dat er een einde zal komen aan het grootschalig stimuleren van de economie. Door het afbouwen van stimuleringsprogramma's in de VS, bijvoorbeeld door de rente te verhogen, wordt de dollar steeds duurder ten opzichte van de euro.
De dollar is voor ons qua koers heel gunstig op dit moment. Dus dat betekent naar Amerika exporteren is voor ons interessant. En voor Amerikaanse eindgebruikers interessant om van ons te kopen in Europa. Dat het voor Amerikanen verhoudingsgewijs goedkoop spullen kopen is in Europa, daar profiteren ze hiervan. We hebben veel meer aanvragen dan dat we in het verleden gehad hebben. Dus offerte kan uitmonden in een definitieve verkoop. Onze dealers hebben meer belangstelling van hun eindklanten. En de verkoop begint ook weer behoorlijk aan te trekken momenteel. Doordat de Amerikaanse rente vanavond omhoog ging, wordt, is de verwachting, de dollar nog duurder. En groeit dus het voordeel voor onze exporteurs. Ja, maar door een sterkere dollar zal het wel duurder worden om in Amerika op vakantie te gaan. Nederlandse vissers vrezen tientallen faillissementen als straks de bijvangst niet meer terug in zee mag worden gegooid. Vanaf 1 januari geldt dat. Ook de ondermaatse vis moet van de Europese Unie aan land gebracht worden. Staatssecretaris Van Dam van Visserijzaken pleitte in Brussel voor uitstel, maar tevergeefs. Nu gaat al die vis, moet je maar kijken hoe hard dat die band draait. Al die vis die gaat nu levendig overboord. Die moeten wij dan via deze goot, hier gaat de vis hier langs naar buiten toe en gelijk overboord. En zo meteen moet u het allemaal opslaan? Zo meteen moeten wij het allemaal opslaan en dan moet er allemaal hier een visruim in die groene kisten gedaan worden. En dan moet je alles op een vrachtauto zetten. Maar ja, waar moet je mee naartoe? Dat weet niemand. Visser Kees Bakker begrijpt niets van het Europese besluit. Volgend jaar al mogen schepen die op tong vissen geen bijvangst meer overboord gooien. En moet alle vis aan land gebracht worden. De overheid verwacht natuurlijk dat wij als visservlagen in Nederland de deuren openzetten om dat spul te vangen. En in principe zijn we er ook op bereid toe, mits wij onze kosten terug kunnen verdienen natuurlijk. Is daar een bestemming voor? Op dit moment het meest logisch is vismeel ervan te maken. Maar dat brengt natuurlijk een hele kleine prijs op. Terwijl de kosten om die ondermaatse vis binnen te brengen, is natuurlijk ook arbeid voor nodig. Als dit draconische besluit onverkort doorgevoerd wordt, dan gaan er in die visserij echt klappen vallen. Dan zullen er misschien wel tientallen schepen weer van die vloot afgetrokken worden. Voor een besluit wat de visstand niet gaat helpen, zegt u? Je gaat straks ondermaatse vis, kleine vis, verplicht dood binnenbrengen. Terwijl die in het ecosysteem verder zouden kunnen leven als ze snel weer in zee teruggeworpen worden. Over een paar jaar geldt het verplicht aan land brengen van bijvangst voor de hele visserij. Alle vissers zien dit niet zitten. Ze zeggen allemaal, dit is gewoon hopeloos. Dit kan gewoon niet doorgaan. We gaan naar Marco met het weer. Wat gaat het worden? Het is zacht, het blijft zacht en misschien blijft het wel de rest van het jaar zacht. Want voorlopig zie ik geen enkel signaal dat er ook maar iets aan kou, aan winterkou onze kant op komt. Vandaag veel bewolking, maar in de loop van de middag in het westen, bij zee, bij Zandvoort, toch even een paar opklaringen. Dat was een spaarzaam lichtpuntje, want verder was het in het grijs en regenachtig. Ja, de komende dagen zien we toch ook vaker wolken dan dat we deze opklaringen zien. We hebben namelijk te maken met lage drukgebieden in onze buurt. Ze liggen wel wat verder weg, zodat ze niet zo heel veel invloed hebben, maar wel dus steeds die wolkenvelden onze kant op sturen, zoals ook vandaag. Neerslag in Europa is er wel. Met name hier in het zuidoosten, daar treffen we een aantal buien aan, in Griekenland en Turkije. We treffen wat lichte neerslag over Midden-Europa aan, wat naar het oosten trekt. En over de Britse eilanden valt morgen ook van tijd tot tijd wel weer wat regen. En dan de meeste neerslag in Noorwegen, langs de kust voornamelijk. Meestal in de vorm van regen. In het hoge noorden zou wat lichte winterse neerslag kunnen vallen. Daar is het wel koud, in de rest van Europa is het gewoon heel zacht. Nou, in onze omgeving is ook een klein beetje regen. Op dit moment valt er nog wat motregen hier en daar. De meest actieve neerslag trekt via het oosten Duitsland in. Ja, en dan uiteindelijk vanaf de Noordzee bereikt het meest droge weer het hele land. Dat zal in de loop van de avond en in de nacht gaan gebeuren. Het blijft wel overwegend bewolkt. De temperatuur daalt niet of nauwelijks. En de minimumtemperaturen liggen rond een graad of 12 maar liefst. Ja, en dat is natuurlijk erg hoog. Normaal is de maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar een graad of 7. Nou, morgen komen we daar heel ruim boven. Er komt dus nog wat bij die minimumtemperatuur om het maximum van 13 graden in het noorden en 15 in het zuiden te bereiken. Een droge dag, wel met veel wolkenvelden. Hier en daar misschien een klein beetje zon in het binnenland. Dan kan er vrijdagochtend wat lichte neerslag vallen, maar daarna wordt het weer droog. Schijnt af en toe de zon, 12 graden. En de dagen daarna is en blijft het gewoon zacht. Vaak met wolkenvelden, soms een beetje zon en slechts een kleine neerslagkans.
Dit was het NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. Premier Rutte is zojuist diep door het stof gegaan in het debat over de TV-deal. Hij had op zijn persconferentie van afgelopen vrijdag niet moeten speculeren over de deal. Daar heb ik aanleiding gegeven om het vermoeden te laten rijzen dat ik mij niet kan vinden in de conclusies van Oosting. En dat ik kennis zou hebben van wat er dan wel achter die deal zat, wat niet het geval is. En dat is een ongelooflijk stommiteit. In Nieuwsuur vanavond uiteraard meer over het debat in de Tweede Kamer dat nog steeds bezig is. En ook meer over Geldermalsen, waar het onrustig is. Om 10:00, NPO 2. Fijne avond.